Het wordt Vadis in de muur. Blondel met zijn linker geplaatst. En toch nog vrij hard. Vadis. Vargas. Hij komt er tussendoor. Perisic trappen. Ja, krijgt hem net niet in de kruising geplaatst. En Gerard is een beetje boos omdat hij een voorzet had gewild. Maar in die positie mocht Perisic echt wel zijn eigen kans gaan. Dissa. Goeie bal op de Kevi. De Kevi op Kloekowski af. De Kevi, en dan gaat hij makkelijk liggen. 10 minuten voor de rust. Deze vrije trap. Bijna echt gevaar. Vadis. Hier is Vargas. Dit mist hij zelden. Vargas. Oeh, zei het. Kouimaha. Vargas te slap. En dan is het toch een goal. En het is weer Perisic die het doet. Hij wil niet juichen. Dat heeft hij vooraf gezegd. Ik wil uiteraard graag scoren voor Club Brugge. Maar juichen zal ik niet. Want hij heeft hier toch een leuk half jaar beleefd in Roeselare. Is Van Wijk. En Roeselare dankbaar voor de kans die hem is geboden. En zonder Roeselare was hij niet bij Club Brugge terechtgekomen nu. Gerards goed doorzien. Perisic. Veel volk mee van Club. Perisic, buitenkant voet. En daar is de 0-2 al Vargas. Roeselare dat van beide aftrap al een geslagen indruk maakte. Heel mak, heel tam liep te voetballen. Club Brugge wat nonchalant begonnen, wat het komt wel, die mentaliteit zo'n beetje. En nu al een tijdje wat meer aan het doordrukken en dan komen meteen ook de doelpunten. Nikolic komt er toch eens een kans voor Roeselare en dan is het wel een strafschop. Ja, Kloekowski pakt dit keer wel de Kevi. En krijgt dan de rode kaart zowaar. Ja, rood voor Kloekowski. 6 minuten ver in de tweede helft. Gaan we, wie weet, zowaar weer een wedstrijd komen. Ja, die rode kaart, daar is in te komen. Vidarsson tegenover Stijnen. 1-2 Roeselare. Krijgen we vanaf nu een echte wedstrijd. De Kivi. Mirvic, hoge bal. Daar wordt om gevraagd. Alcaraz, Dissa. Ja, daar moest Stijnen aan de bak twee keer. Dissa. Het publiek staat er nu vol achter. Nu fout Vadis, leek me. Het mag. En nu Kouimaha op weg naar 1-3. Hij houdt Huygensbaert af en hij scoort. En zo lijkt het dan. Opnieuw beslist nu in de 66e minuut. Kouimaha sterk op zijn poten. Dissa, goede bal van de Kevi en dan maar net naast de paal. Er was weer een kans voor Roeselare. Dat nu Club Brugge al een tijd op de eigen helft houdt. En nu nog eens een kans weet uit te spelen. Kwartier voor tijd. Dissa, ja, die bal gaat binnen en... Het kan dus effectief nog een hachelijk slot worden voor Club Brugge. Want er zijn nog 6 minuten te spelen. En er komt nog wat extra tijd bij. Wat zou dat een sensationele ontwikkeling zijn nog in deze wedstrijd. 2-3 is het. Zijn 7e competitietreffer Dissa. Lekker op de slof die bal. En onbereikbaar voor Stijnen. Daar is Dissa nog een keer. De Kevi. Penalty of niet, Hoefkes. Ja, er is contact. En dan gaat de Kevi misschien wel te makkelijk liggen. Maar het was een linkerfase voor Club. Nog eens kijken. Daar komt Hoefkes. En de Kevi. Hoefkes speelt de bal. Ja, oké. Okay, niks aan de hand. Geen sprake van een strafschop hier. Diraar naar de buitenkant gedreven. Nou, daar komt hij knap uit. Diraar. Ja, heeft niet echt een aanspeelpunt, dus moet hij blijven lopen. Vadis, recht in de armen van Jurgen Stieres. En dat is het slotakkoord.